Want ze is het voor lief. En ik vind dat gewoon heel vervelend om met jullie te delen. Ja. En zoals je ziet is Bailey er niet. Want die staat nu bij de kliniek. Wat is dit? Het gaat echt niet goed met de natuur, jongens. Hoi, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe vlog. Vandaag is het vrijdag, maar ik ben vandaag bij een crossterrein. Want Kaylee met Marley van Stal, die zijn hier lekker aan het crossen voor de eerste keer. Dus kom even kijken. Er zijn wel heel veel hoge hindernissen hier. Zeker voor zo'n eerste keer een beetje heel erg hoog. Oeh. We zitten even lage hindernissen te zoeken en dit kan wel. Het enige is wel, er zit wel gras op en Marley houdt nu eenmaal heel erg van gras. Oh. Is niet erg. Is ook heel gek. Ja, maar het gaat omlaag. Ja. Misschien dat je ook nog via deze kant eventjes zo kan kijken met haar. Misschien erop, dat kan. Oh ja, gras natuurlijk. Ja, goed zo Marley! Er zit een blok. Of een tractorband. Ja, supergoed! Oh. Heel goed. Kijk gewoon eventjes. Als het niet fijn voelt, gewoon niet doen. Marley. Is het water betrouwbaar of zitten de krokodillen in? Marley weet het niet. Hoe is het normaal eigenlijk met water? Oh ja, maar dit zijn natuurlijk met steentjes. Ik wil even duidelijk maken dat dit de eerste keer is voor Marley en Kaylee om van die vaste hindernissen te springen. Dus wees een beetje lief voor ze, want ze doen hartstikke erg hun best. Tadaa! Superleuk! En ik moet wel eerlijk zeggen ook nog dat als ik hier rondloop, denk ik wel, oh, zou ik dit ook met Moos durven? Er is een heel grote stem in mij die zegt nee. Vooral van die hele grote hindernissen die zo vast zitten. Oh, mij niet gezien hoor. Maar wie weet, misschien dat ik het ooit een dagje probeer. Misschien gewoon eerst aan de hand om zo vertrouwen te krijgen. Ja. Nou, het is even later. Ik ben weer terug op stal. En waar ik de afgelopen paar dagen mee bezig ben geweest, is weer boompjes planten. Het is een beetje na het seizoen. Je moet ze eigenlijk meer in de winter planten. En het is nu net lente, dus ik vind dat het op zich wel mag. Het stond heel lang op mijn to-do-lijst. Die heb ik ook geplant. Ik weet niet. Ja, het is nog niet heel goed zichtbaar. Het zijn wilgen... bomen trouwens, die groeien echt mega goed. Die groeien als kool, als onkruid. Dus ze zijn al aan het groeien. Super fijn. En dan hoop ik dat in de zomer, want ze groeien dus heel snel, dat ze al wat takken zullen hebben en wat schaduw misschien. Of gewoon wat meer privacy met de weg zullen geven. We gaan het zien. Het ziet ook gewoon een stuk mooier uit dan. Minder kaal als nu. En ik heb ook nog andere projecten op de to-do-lijst staan. Want het begint nu weer lekker weer te worden, omdat het natuurlijk lente is. En ik wil dus aan deze kant de stal weer gaan opknappen, aan de buitenkant. En dat heb ik nog niet kunnen doen, omdat het dus winter was. Het is niet echt het beste seizoen om dat te gaan doen. En ik wil het dan hier buiten even heel goed schoonmaken met de hoge drukspuit. En een likje verf geven aan alles. Dus bijvoorbeeld die witte ramen wil ik ook weer witter maken. En zoals je ziet is Bailey er niet, want die staat nu bij de kliniek.
En waarom dat is, dat vertel ik in een andere video. Ik weet niet of die online staat en anders zien we dat dus later. Of je kan het lezen op de Instagram van Haflinger Bailey. Ja, daar ga ik verder nou niet op in. Lang verhaal. Bailey is ook niet van mij. Dat vertel ik liever met Nadine erbij, de eigenaresse. Dus ja, ik ga even verder met klussen. Ik ga nu de laatste bomenrij planten. Het zijn dus wilgen. En hoe je die plant is echt zo simpel. Je maakt de onderkant een beetje kapot. En dan zet je ze voor ongeveer 1/3 in de grond. En dan gaan ze groeien. Ik heb deze bomen een tijdje op de grond laten liggen. Gewoon plat. En ze zijn gewoon gaan groeien. Er zitten worteltjes aan en blaadjes. Dus zo geweldig. En ondertussen zit ik naar de Amazones met een missie podcast te luisteren. Dat is ja mijn eigen podcast samen met Romy en Jolanda. Superleuke podcast over paardenwelzijn. Al zeg ik het zelf natuurlijk. Ik edit de podcast en dan vind ik het fijn om daarna nog even te luisteren of het allemaal wel klopt. Gewoon voor de zekerheid. Dus daar zit ik lekker naar te luisteren. En die podcast kan je gewoon vinden op Spotify, Apple Podcast app, wat dan ook. En ik zou zeker even een keertje luisteren. Oké, we gaan proberen om Moos voor het eerst onder de mand te laten stijgen. Jammer. Oh, ik ben echt zo blij dat het eindelijk weer lekker weer is om een beetje shirtjes te dragen en zo. En dat ik ook gewoon mijn eigen merchandise kan dragen. Al heb ik wel een wintercollectie. Maar dat doe je dan vaak gewoon een jas overheen en dan zie je dat niet meer. Maar dit, mijn eigen collectie, dit shirt en dan deze broek en zo. Die zijn nog te koop met allemaal hele grote kortingen. En erbij ook mijn handschoenen. En deze, ik heb nieuwe handschoenen besteld van mijn eigen merk. Want ik vind deze handschoenen gewoon echt de fijnste die ik tot nu toe heb gehad. In de winter en in de zomer, want ze zijn best wel flexibel en dun, maar ook in de winter gebruik ik ze altijd. Alleen mijn oude waren helemaal versleten en oud. En daarom heb ik gewoon nieuwe besteld van mijn eigen handschoenen. Ik wilde dus even vertellen dat er gewoon heel veel grote kortingen zijn. Of hoge kortingen op mijn hele collectie eigenlijk. En er zijn trouwens ook nieuwe producten. Die zijn sinds kort te koop. Dat komt ook even in beeld. Zoals het haarkrijt. Dat is nu bij de eerste winkels weer verkrijgbaar. Er was een tijdje uitverkocht. En binnenkort wil ik ook heel graag een video maken waarin ik uitleg hoe je het haarkrijt kan gebruiken. En dat ik ook al jullie vragen beantwoord. Zoals kan het ook op donker paardenhaar. Wat wel kan, maar dan ga ik dat ook zeker laten zien en testen en zo. Dit is trouwens met de collecties op is op. Zoals dit t-shirt. Er zijn nog maar een paar maten van, maar niet meer allemaal. En dat geldt ook met de handschoenen eigenlijk. Tjom, tada! Ik ga ook weer met mijn prachtige dressuurzadel van Custom rijden vandaag. Oh, ik heb er zo zin in. Ik heb altijd niet meer echt dressuur met hem gegeven. Het kwam er gewoon net niet lekker uit. Of dan ging mijn bijrijdster bijrijden, dus dan hoefde ik dat niet te doen. Maar echt, als ik naar het zadel kijk, dan word ik alweer zo gemotiveerd om lekker te gaan rijden met Moos. Hij doet ook zo goed. Ik heb ook soms dat ik een dag gewoon niet lekker in mijn vel zit. En Moos is echt de afgelopen tijd zo lief voor mij geweest. Hé? Ja, je bent echt een schat. Een tijd geleden, als ik dan niet lekker in mijn vel zou zitten, dan had ik zoiets van, ik ga Moos niet rijden. We gaan niks doen, want dat gaat niet goed tussen ons. Dat wordt botsen. Maar het gaat nou zo lekker. Hij maakt me zo blij als we aan het rijden zijn. Dus ik helemaal te lachen van, wow, goed zo Moos. En dan doet hij ook een keer iets fout. Maar dan kan ik er wel super hard op lachen. Dat hij daarna wel weer super hard zijn best doet. Ja, allemaal super, super, super. Maar ja, wij gaan even rijden. Ik moet ook even het zadel vastmaken. Wat ik de laatste tijd heel vaak doe voor het rijden is gewoon echt spelen met Moos. Bijvoorbeeld Spaanse draf. Die zijn nog steeds aan het oefenen. En soms doet hij het echt mega goed. Dus dan ga ik gewoon elke keer kijken of dat weer lukt. Ik heb heerlijk gereden met Moos, maar ik moet even iets bekennen over Noora. Er is een reden waarom zij de afgelopen tijd niet zoveel meer Instagram en YouTube te zien is geweest. En dat is één, omdat zij een tijdje vakantie heeft gehad omdat er met de been niet helemaal lekker ging. Dus dat was even afwachten met de dierenarts hoe het nou zou uitlopen. Dus daardoor ja, was ik met Moos lekker dingen aan het doen. Met Noora niet, want die had vakantie. Maar ook omdat zij echt heel erg weer is aangekomen. Tenminste, het
Ze is erger geweest, ze is dikker geweest. Ik durf niet zo hard te zeggen, want wie weet verstaat ze het. Nee, maar ja, ik vind het ook gewoon niet leuk om te zeggen. Maar ze is helaas gewoon echt wel weer te dik. En ik vind dat gewoon heel vervelend om met jullie te delen. Ja, daar ben ik gewoon eerlijk over. Maar het is ook gewoon gekomen door een paar dingen. Eén, ze heeft dus 8 weken ongeveer vakantie gehad. Ze heeft wel in de Paradise heel veel bewogen, maar ja, niet echt getraind. En daarbij is ik krijg onbeperkt hooi. En het hooi wat ik nu voer zit best wel hoog in energie. Dat ben ik aan het veranderen. Ik heb een ander hooi besteld, maar er is nog niet binnengekomen. Dus ik moet dan, dat komt weer goed. Dus ik krijg dan wat armer hooi. Maar voor nu is ze dus te dik. En ik vind het gewoon ook heel zielig voor haar, eerlijk gezegd. Om dan haar in beeld te brengen terwijl ze gewoon weer is aangekomen. Maar het komt wel goed. En het is ook, het is voor de zomer is ze al te dik. En dat is eigenlijk niet goed. Maar we hebben natuurlijk controle over hoeveel gas ze binnenkrijgen. Maar in ieder geval, ja. Ja, sorry Noora. En het vervelende is ook dat we nog steeds een beetje met haar been zitten modderen. Hoe je dat ook zegt. Ik had laatst een buitenrit met haar gereden van een uur ongeveer met heel veel stappen. Toen kwam ik terug en toen was dat been weer dik en warm. Terwijl daarvoor de dierenarts het been had gecontroleerd. En er zat geen peesblessure of gekke dingen. Dus ik denk dat het iets met het lymfesysteem is misschien. Maar of het was gewoon eventjes te veel. Een uurtje al meteen naar buiten. Dus wat ik nu met mijn bijrijdster ook aan het doen ben, is dat we met Noora dus langzaam weer wat meer aan het opbouwen zijn. Was misschien ook echt niet slim voor mij om dan meteen een uur te gaan. Best wel snel na het dokterbezoek. Maar zij is nu aan het kijken en het gaat tot nu toe heel goed. We kunnen al 3 kwartier tot een uur weer rijden. En dan ziet de benen gewoon goed uit. Ja, ze vindt het leuk. Ze loopt goed. Het is ook, ze loopt niet kreupel. Dus dat was ook vervelend toen met haar been. Dus daarom denk ik ook dat het iets met het lymfesysteem is. Hè, poepie? Maar ik wil haar wel weer meer gaan filmen. Maar ik wil wel dus delen. Ik weet dat ze overgewicht heeft. We werken eraan. Het is natuurlijk niet gezond. Overgewicht bij je paard. Het kan heel veel vervelende dingen opleveren. En daar heb ik ook een video over gemaakt met Pavo. Toevallig. Dus ja, wil je er meer over weten? Kijk even die video. We hebben veel gestapt, een beetje gedraafd en nu mogen we ook een stukje galop doen. Nou Noor, kom maar, gaan we. Kom, 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 kom. Ja, goed zo, goed zo. Zo leuk, ik had in december opnames voor tv, voor het programma Van Vader naar Moeder, voor de NPO 3. En dat gaat nu dus, wordt nu uitgezonden. We hebben een paar maanden moeten wachten, want het is nu april. Maar dat is nu op tv en ik ga natuurlijk eventjes kijken. Kijk, helemaal paardengek. En dadelijk kom ik. Zo schattig. Ik vond het echt super leuk om te doen in december. Ik ben ook heel blij dat ik Lena toen heel blij heb gemaakt ook. En heb kunnen verrassen. Het was echt, het moest allemaal geheim blijven. Ik stond dan in de bak en ik stond er best wel een tijd te wachten. Omdat zij dan op het terrein kwamen. Was van, oké, okay, fijn, blijf daar. Een gestaande juiste positie. En dat paard trouwens was super lief. Ik had dat trucje met dat been gegeven. Het was niet heel spectaculair. Dat had ik hem echt in een paar seconden geleerd. Hij was super lief en slim en zo. En het was echt perfect paard voor de... Voor met de camera, want daar was hij helemaal niet bang voor. Dus dat paard was trouwens van die manege. En de mensen daar waren ook super lief. Het was gewoon super leuk. Ik zat echt in de auto terug naar huis van, oh, was echt super leuk. Ik ben blij dat het op tv nou zo mooi is geëdit ook, gewoon zoals het toen was. We hadden trouwens die dag ook nog een vlog samen, of een video, samen opgenomen voor Lena's kanaal. Ik weet niet of ze er nog iets mee heeft gedaan, maar dat was ook heel leuk. Daarom ik zei, het is leuk uitgekomen, want ja... Ik heb dit helemaal nog niet gezien voordat het op tv kwam. En je weet dan nooit hoe ze het editen. Maar ze heeft echt super leuk gedaan. Hoe het ook gewoon was. Ja, ben je benieuwd? Ga dan even terug naar gemist. Want ik heb natuurlijk niet alles laten zien. Ik vond het heel leuk. Dit is echt niet normaal.
Het is zo hard dat het sneeuw buiten. Het agility hutje is een beetje vernield door de wind. Het waait heel hard, het sneeuwt heel hard. Wij zijn even wat spullen aan het verplaatsen. Wacht, ik laat het zo zien. Wat is dit? Het gaat echt niet goed met de natuur, jongens. Klimaatverandering zorgt ook voor dit. Voor hele heftige... Ja, jeetje. Oh, ik weet het gewoon niet. Maar kijk, het dak is hier vanaf gewaaid. Die ligt in de sloot en hier ligt het andere deel. En we halen dus even hier de spullen weg, zodat het niet kan wegwaaien en niet nat wordt. En daar ligt die in de sloot. En ondertussen begint het gewoon weer helemaal groen te worden. Dus de sneeuw bijna helemaal weer weg. Nou, en weer 2 minuten of misschien 5 minuten later en de zon schijnt. Ik lieg niet. Het is gewoon een paar minuten later en de paarden staan gewoon weer lekker in het zonnetje. Noora is daar wel heel blij mee. Die kwam net echt hier zo bij de stallen staan, want ik vind het niet leuk. Terwijl alle andere paarden als hele blije gekkies aan het rondrennen waren. Die vonden het geweldig. In ieder geval, ik dacht, ik wil vandaag hier met de hoge drukspuit gaan schoonmaken. Maar dat ga ik niet doen als het sneeuwt. En dat is nu gestopt. Nu is het echt perfect weer. Dus ik denk dat ik het zomaar eventjes ga doen. Oh nee, ik was zo lekker bezig. Ah, mijn krukje! Hier blijven. Snel terug. Zo, nou ik wilde zeggen, ik was hier net zo lekker bezig. En dan gaat het hagelen en sneeuwen en goh. Ik heb het echt zo koud. Oh, ik stop er nu ook maar gewoon mee. Ik ben zo koud. Ik heb het bijna helemaal afgemaakt. Maar het laatste stukje doe ik voor een andere keer. Want het is gewoon te koud. Het begon weer met sneeuw en hagelen. Dus ja, in ieder geval. Ik ga even met jullie kijken wat in dit pakket zit. Ik heb het van Carol gekregen. Maar er zitten ook andere dingen in dan prikpaaltjes, draad voor de omheining. Dekenrekken, slowfeeders, want dat had Carol eerst allemaal naar mij opgestuurd. Van die super handige stalspullen eigenlijk. Maar ja, ze hebben nu trouwens wel weer iets gestuurd, volgens Chris. Dat is... Dat is het al. Oh. Ik hoop dat ik het eruit krijg. Oh, hier zit nog meer. Oh, oké, wacht. Dit laat ik zo zien. Eerst 3 voertanden. Super handig. Dat had ik wel weer nodig. En dan verder wat hier nog meer in zit, is dit. Dit zijn zadelsteunen. Heel handig. Die kwam echt wel te kort. Nog eentje. En dan nog hele ander soort spullen. En even kijken, want dit is wel van Carol. Dit is namelijk volgens mij een body warmer. Maar, oh nee, wacht. Dit is van Covaliero. En dat valt onder Carol. Dus zij hebben mij nog even allemaal superleuke kleding opgestuurd. Oeh. Wow, dit is echt heel chic. Wauw. Wow, deze ook al. Dat is ook zo chic. Een rijlegging. En ook best wel dun. Is echt wel goed voor de zomer. Een paar sokken. Ook van Covaliero. En dit is een jas. Een softshell jas. Dit is waterdicht. Dit had ik wel nodig. Al is deze jas volgens mij ook waterdicht. Oh, hij is echt heel lang. Wow, cool. Ik heb nog geen lange softshell jas. Oh, en dit is dan de korte versie. Ook nog een shirtje. Hele gaaf kleur, ook heel fel. Ik heb nog niet veel van deze kleur, maar dat is juist goed. Dan heb ik weer het andere kleurtje van de regenboog. En daarbij horen ook het halstertouw en halster. Oeh, nou. Tadaa. Ja, dat was het. Het was natuurlijk ook wel heel veel. En ik wil dus Carol en Cavallero. Ik hoop echt dat ik het goed uitspreek. Volgens mij moet je het een beetje Italiaans uitspreken. Cavallero. Cavallero. Ik probeer gewoon mijn vriend een beetje na te doen. Maar heel erg bedankt voor die leuke spullen. Ik zal even een linkje in de beschrijving doen waar je ook deze spullen kan bekijken. Bijvoorbeeld dit bodywarmertje is zo gaaf en chic. Ik kan me voorstellen dat iemand die ook graag wil. Ik zie er wel echt heel charmant uit, hè. Maar in ieder geval, ik wil jullie nog heel even vertellen.
dat ik Mosanura en trouwens Rossi, die moet ik ook nu eventjes voeren. En wat ik ze dus geef, dat is Pavo Vital. En dat heb ik met Pavo samen besproken, want in een van mijn andere video's kan je zien dat ik de Pavo Ruw voor Quickscan heb gedaan. Daar heb ik ook op mijn Instagram al wat over verteld. En dat is een ruwvoeranalyse, waarbij je dus jouw ruwvoer kan opsturen naar een lab. Daar wordt helemaal getest en bekeken en dan binnen een paar werkdagen krijg je te weten wat er in je ruwvoer zit. En dat is heel belangrijk om te weten, want we weten allemaal wat er in ons krachtvoer zit. Wat we eigenlijk maar voor een heel klein percentage op een dag van de dagelijkse rantsoen aan een paard zeg maar geven. En dan het ruwvoer, ja, dat weten we niet echt. Of tenminste, we denken dat we wel weten wat in het ruwvoer zit. Alleen aan geur, kleur en structuur kan je niet zien wat er precies in je ruwvoer zit. Dat denken veel mensen, maar als je echt precies wil weten wat erin zit, moet je het laten testen in het lab. Dus dat heb ik laten doen. En wat er is uitgekomen is dat ons ruwvoer redelijk rijk is voor ruwvoer wat je 24/7 geeft. Het is prima. Ik heb daar nu al wat dingetjes mee veranderd dat ik wat minder rijk ruwvoer wil geven in combinatie. En wat er ook uit is gekomen is dat ik eigenlijk, omdat mijn ruwvoer eigenlijk al heel veel mineralen bevat, dat ik alleen maar een balancer ernaast hoef te geven. En dat is Pavo Vital. Dat is gewoon echt perfect. En Pavo Vital is dus deze brok. En die heb ik ook al eerder laten zien in mijn video's. Het is eigenlijk gewoon een brok met vitamines en mineralen die je paard dagelijks nodig heeft. Het is een soort van balancer, heet dat volgens mij ook. Dus het vult gewoon net eventjes, ja, die mineralen en vitamines aan die je paard al mist. Er zit trouwens geen energie in. Het is volgens mij suikervrij of laag in suikers. Laag in zetmeelgehalte, al dat soort dingen. Dus het is echt zeker geschikt voor paarden met overgewicht. En jullie weten dat wij paarden op het moment weer overgewicht hebben door het ruwvoer. Maar dat kan dus niet aan deze brok liggen, want in deze brok zit, ja, geen energie. En energie is hetgene waar paarden dik van worden, want dat slaat zich op in hun lichaam. En dat wordt eigenlijk vet. Dat wordt omgezet naar vet, ja. Dus ondanks dat mijn paarden wat te dik zijn op het moment, geef ik ze toch gewoon brokjes. Dus krijg ieder een halfje hiervan. En ze vindt het heel lekker. Gelukkig, ze eet het heel goed. En Rossi moet trouwens zo ook eventjes wat geven. Dat had de eigenares aan mij gevraagd. En ik heb volgens mij 3 maanden geleden 2 zakken Pavo Vital gehad. Van, ik weet niet, 20 kilo of zo. Dus we hadden 40 kilo. Die heb ik in deze ton gedaan. En kijk eens, hij zit gewoon nog tot de helft vol. Dus dat is ook heel fijn aan Pavo Vital. Want je geeft maar een half of een driekwart bekertje. En daar doe je dus super lang mee. En de hele stal mag van deze ton pakken met Pavo Vital. Iedereen voert het volgens mij ook. Dus je zou denken, die had al lang leeg moeten zijn. Maar nee, na 3 maanden zit hij gewoon nog tot de helft vol. Echt bizar. En als je trouwens meer wil weten over Pavo Vital of over Pavo een voer of de ruw voor Quickscan kan ook, kan je best even naar een website toe gaan. Link in de beschrijving en staat ook even in beeld. En dan kan je daar gewoon meer informatie vinden. Kom maar, Noortje! Etenstijd! Ja, goed zo! Iemand heeft zin in de Pavo Vital broekjes. Echt hoor, dus ze komt altijd zo aangelopen als ze krijgt. Kijk eens, alsjeblieft. Oh nee, Rossi zit nog te eten, maar Moos heeft zijn brokjes al op. Die was sneller dan Rossi. En ja, Noora heeft ook op. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Er zijn allemaal dingen gebeurd weer. Jongen, ik kan nooit een normale week hebben. Maar ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Doe een duimpje omhoog als je het dus leuk vond. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet op belletje te klikken, want ik heb geen uploadschema. Dus dan word je goed op de hoogte gehouden en dan hoef je geen video te missen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!